voedselvoorziening. Brood is onmisbaar. Daarom is graan en vooral tarwe onmisbaar. De geschiedenis laat dat zien. Waar geen koren meer is, ontstaat honger. Wie kent niet de geschiedenis van de zonen van Jacob, die door hun vader naar Egypte werden gestuurd om koren te kopen, omdat er honger in het land Kanaan was? Jacob en zijn zoons hadden ongetwijfeld gezien dat er anderen waren die naar Egypte gingen. Maar de zoons spraken niet over koren in Egypte. Hun geweten liet hen niet met rust. Ze hadden immers hun broer Jozef aan een Ismaëlitische karavaan verkocht, die naar Egypte ging. Dat was al jaren geleden, maar ze waren het niet vergeten. Ze keken elkaar op een bepaalde manier aan. Dat zag Jacob en hij vroeg waarom ze elkaar aankeken. Ze bleven het antwoord schuldig, maar ze konden niet onder de opdracht van hun vader uit. Het leven van de hele familie hing er immers van af. Dus vertrokken de 10 broers. Dat voelde wellicht veiliger. Inmiddels was Jozef onderkoning in Egypte geworden. Maar tevens was hij graankoopman. Hij had het land gered door zijn beleid. Maar hij was ervan overtuigd dat het Israëls God was die de uiteindelijke leiding had. De geschiedenis van Jozef is een van de mooiste van Israëls geschiedenis. De graanhandel van Jozef maakte hem beroemd in de toenmalige wereld. Hij redde vele duizenden van de hongerdood, waaronder zijn eigen familie. Ons land heeft ook honger gekend. De winter 1944-1945 kreeg de naam Hongerwinter. De regering in Londen had een spoorwegstaking afgekondigd. De Duitse bezetter nam represailles. Voor een periode van 6 weken werd het vervoer van voedsel naar het westen geblokkeerd. Dat veroorzaakte in West-Nederland een hongerramp. In ons dorp, in het land van Heusden en Altena, was nog tarwe. Mijn vader, een bekende graankoopman, had daarvoor zorg gedragen. In de oude familiebakkerij werd volop brood gebakken. Voor een luttel bedrag werd dat brood verkocht. Omdat mijn vader met behulp van de voedselcommissaris met een kleine auto naar Den Haag kon rijden, kon hij daar pakketten bezorgen en deelde hij op straat broodjes uit aan kinderen. Die krabben met hun vingers de kruimels uit de gleuven tussen de straatstenen. Later zouden er voedseldroppings komen, uitgevoerd door de Britten en Amerikanen. De Britten noemden dat operatie Manna, naar het voedsel dat God in de woestijn aan Israël gaf. En nu, bijna 80 jaar na de hongerwinter in Nederland, die ouderen zich nog kunnen herinneren, wordt bijna dagelijks over het gevaar van een wereldwijde voedselcrisis gesproken. Het graantransport uit Oost-Europa is al enkele maanden praktisch geblokkeerd door oorlogshandelingen. Er zijn tekenen van herstel en hopelijk wordt dat herstel werkelijkheid. In delen van Afrika is de voedselvoorziening slecht en worden daardoor miljoenen mensenlevens bedreigd. Tarwe was en is onmisbaar. Ondanks die telkens terugkomende dreigingen van hongersnood is er gegronde hoop.
Na de zondvloed van Noach heeft de Schepper immers het volgende gezegd. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Er zal altijd tarwe zijn, er zal altijd brood zijn, ondanks het feit dat er steeds weer dictators zijn die de voedselstroom vanuit duistere principes blokkeren. Zij vormen een sterke tegenstelling met de Joodse koopman Jozef, die een type is van de Messias, de redder van de wereld. Hij heeft gezegd, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.